Je kan er niet meer omheen. Er zijn steeds meer huizen met een grote raampartij en stalen glazen binnendeuren. Met deze deuren wordt de ruimte nog geaccentueerd en oogt ze groter. Vandaag gaan we met een bekende speler op de markt in gesprek over de verschillende toepassingen van glas. Glazen deuren, voor het moment zien we echt een hype in de markt. Dat komt enerzijds omdat mensen natuurlijk vanuit de corona gekomen zijn en geld over hebben die ze anders op vakantie zouden besteden. Mensen willen nu ook toch een soort luxe in hun huis ervaren. Nou, we zien daar een hele duidelijke trend in. Hè. We zien beslag eigenlijk in zwart uitgevoerd, met deurkaders ook in zwart. En ja, dat is esthetisch zeer mooi eigenlijk. Echt een hang naar kwaliteit. In elke markt zijn trends, ook in de glasmarkt zijn trends. We hebben die hang naar luxe in interieur. Het beperkt zich niet alleen tot glazen deuren, maar ook mooi glas voor badkamers en in keukens. Als we kijken naar buiten, dan hebben we het echt over glazen balustrades, waar we het dan hebben over flatgebouwen. Ook woningen die hun balkon uitvoeren in glazen balustrades. Wij leveren dat voor het moment heel erg veel, ook met de profielen en we plaatsen dat ook. Dus in de groep kunnen we dat allemaal aanbieden. We hebben ook de nodige materialen om dat netjes op een balkon te krijgen. In de groep Solver zitten drie bedrijven. We hebben Solver Solutions, die zich bezighoudt met trading van glas. We hebben Econ Glas, die zich in Zotteren bevindt, die houdt zich bezig met name het gebied van particulieren, badkamerglas, glazen deuren, keukenachterwanden. En we hebben Landerieu, die bevindt zich in Frayenne, dat is dan in Wallonië, en die houdt zich bezig met het meer industrieel verwerken van gelaagd glas. Plaatst ook, beide bedrijven plaatsen, maar is ook gespecialiseerd om grote partijen glas op grote hoogtes te plaatsen. Dat betekent dat we alles in eigen handen hebben en dat we de ganse markt kunnen beleven. Wij bieden met de hele groep Solver op elk vlak het glas aan wat de klant wenst. Dus dat betekent dat we zitten van hoog in de markt tot laag in de markt. We gaan van grote aannemers tot kleine particuliere afnemers. We beleveren grote glasplaten aan bijvoorbeeld garagebedrijven die daar hun showrooms mee uitrusten. We hebben IKEA's gedaan, we hebben het station in Mechelen gedaan. Nou, daar houdt met name Solver zich mee bezig. We zitten dan meer in, niet zozeer in het isolatieglas, maar echt specifieke toepassingen. Waar we minder aanwezig zijn is de woningmarkt. Hè? Wel weer de specifieke toepassingen in de woningmarkt.